vandaag op het programma een lekkere 8 minuten M-rep. Lekker werken zo dadelijk. We hebben dadelijk 4 bewegingen. De burpee, commando, tuck jump en de 4. Burpee en de tuck jump, lekker om je hartslag wat te verhogen. En de commando en de V-up, lekker voor de buikspiertjes. Als volgt, hebben we dadelijk de warming-up gedaan. Ik neem met jullie de beweging door en dan gaan we gewoon lekker beginnen. 8 minuten is niet lang, maar is ook zeker niet kort. Dus let erop, het is geen sprint. Het is een semi-high-pace workout. Die eerste 4-5 minuten, gewoon lekker tempo pakken. Niet te snel, zeker ook niet te langzaam. Maar daarna, die laatste 3 minuten, dan mag je echt wel proberen tempo omhoog te gaan schroeven. Bij de burpee en bij de tuck jump, let op, hij is echt goed om je hartslag te verhogen, dus hou het tempo lekker erin. Bij de commando, of als je hem niet kent, het is van een lage plank naar een hoge plank en weer terug. Hij is echt wel zwaar voor de buikspieren, maar ook zeker voor de schouders. En bij de V-ups, we kennen hem vaak allemaal wel, met gestrekte beenarmen naar elkaar toe gaan. Alles is af te schalen en dan ga ik het met jullie allemaal nog doornemen. We gaan lekker beginnen met de warming up. 3 rondjes, 1 inch burn, daarna 2 push-ups, 3 air squats en 4 hollow hold pulses. Yes? We gaan het lekker gewoon samen doen. Ik zet het bord aan de kant. 3 rondjes voor de warming-up. We beginnen met 1 inch burn. Benen blijven zo gestrekt mogelijk, handen naar de grond. Je loopt uit zo ver als het jij kan, buik goed op spanning. En je loopt er terug, heupen goed omhoog. Daarna 2 push-ups. Je komt in de hoge plank en je maakt 2 push-ups. Als het te zwaar is, doe je lekker op je knieën of tegen een bank aan. Daarna sta je weer op. 3 air squats. Je voeten komen op schouderbreedte, tenen liggen buiten. Buik op spanning. Zak en kom weer omhoog. 3 keer. En daarna 4 keer de hollow hold puls. Je komt helemaal lang uit liggen op de grond. Het eerste wat je doet is je onderrug tegen de grond aan. Stukje omhoog. 1, 2, 3 en 4. Puur alleen maar een beetje het buikspier activeren. That's it. Dat was 1 ronde. Doe nog 2 keer. Je begint weer met de inch burn. Loop uit, zover als jij kan. Buik in de spanning. En loop terug. Boom. Daarna 2 push-ups. 1, 2, kom je weer staan, 3 air squats, zo, en 4 keer de hollow hold puls, onderrug goed tegen de grond, buikspier aan en terug, en weer terug, en weer terug, boom, en nog 1 ronde, 1 inch work. Push-ups. 3 air squats. 1, de burpee. We kennen hem vaak allemaal al wel. Plat liggen op de grond, altijd springen. Let er dadelijk op. Handen naar de grond, voeten springen naar achteren toe. Dik, rol af. En rol weer terug omhoog, borst op. Heup omhoog. Voeten breed uitzetten. Sta op. Gestrekt springen. Dat is 1 burpee. Let erop dadelijk. Focus op je ademhaling. Ook al zijn het er maar 5, je gaat ze wel proberen een beetje in de tempo te pakken. Daarna komen de 8 commando's. De commando is van een hoge plank naar een lage plank en weer terug omhoog. Dus je begint met je ellebogen onder je schouders. Je handen komen onder je schouders. Dat is 1,
Tik. 2. Nu kun je altijd met dezelfde kant beginnen, maar we willen ook de andere kant benadrukken. Dus doe er 4 eerst met de ene kant omhoog. En daarna begin je 4 keer met de andere kant omhoog. Dus na de 4e keer dat jij hier tik bent gaan, ga je de andere kant eerst pakken. Als op je tenen te zwaar is, kun je gewoon hetzelfde doen tegen of op je knieën. Dus je begint in een hoge plank op je knieën. Buikbeen aan. Tik, tik, tik. En dat is al 1. Is dit dus nog steeds te zwaar? Doe het tegen de bank of tegen de tafel. Hoe rechterop jij komt, hoe makkelijker. Yes? Beweging 3 zijn de tuck jumps. Het is een soort van box jump, maar je springt alleen nergens op. Je maakt wel hetzelfde aanzetje als van een box jump. Vanuit hier maak je een klein dipje als een soort van kwart squat. En vanuit daar, knie op, trek je knie omhoog. That's 1. Boom. 2. 3. Je wil je knieën echt boven je heupen hebben. Yes? Die zijn daar weer 5. En dan maak ik de laatste beweging, de V-up. Voor de V-up wil je benen zo strikt mogelijk hebben. En je benen boven lichaam zoveel mogelijk tegelijkertijd laten werken. Je mag uiteraard gewoon lekker je armen als ingooien. Als je al probeert vanuit hier omhoog te komen. En weer terug. Is dit te zwaar? Dan ga je voor tuck-ins. En dat wil zeggen dat je in plaats van met gestrekte benen armen omhoog komt. Dat je dat veel klein maakt, richting je schenen gaat en weer terug. Boom, en weer terug. Onderrug dan altijd tegen de grond. En probeer zowel, vooral bij de tuck-ins nog, dat je ook je schouderbladen van de grond afhaalt. Zodat je alle buikspieren te pakken krijgt. Yes? Dus, zo dadelijk. Begin je met 5 burpees. Daarna 8 commando's. 4 keer eerst de ene kant, daarna 4 keer de andere kant. Daarna 5 tuck jumps en daarna 8 V-ups. Yes? Ben je slecht onthouden? Schrijf het even op. Ik ga dit ook instellen. Dan gaan we gewoon even beginnen. De eerste 4 tot 5 minuten echt gewoon rustig aan. Niet te snel, zeker niet te langzaam. Maar blaas jezelf goed op. Kijk, ik kan je naar beneden zetten, zodat je nog weet hoe lang je mag. Yes? Beginning 10 seconds. 3, 2, 1, let's go.
Oh. Wat voor naam zeg. Ik neem mezelf even stil. Kom lekker op adem. Pak wat te drinken. Shake it off. En dat was hem. Tot de volgende keer.